Hallo, welkom bij Vlogboek met in deze video de volgende boeken. Gustav Peek, Godin Held, Adriaan van Dis, Ik Kom Terug en Iris Koppen, Rosiri. Godin Held van Gustav Peek is een roman waarin twee dingen heel erg opvallen. En als ik zeg heel erg, dan bedoel ik heel erg. Het eerste dat opvalt is de structuur. De hoofdstukken staan in omgekeerde volgorde. We beginnen met hoofdstuk 50 en eindigen met hoofdstuk 0. De personages Marius en Tessa worden naarmate het boek vordert steeds jonger. Dat is niet omdat ze superhelden zijn of omdat ze een of andere wonderdrank hebben gedronken, maar omdat Peek hun levensverhaal achterstevoren vertelt. Het begint met hun dood en eindigt in hun puberjaren wanneer ze verliefd worden op elkaar. Het boek doet door deze structuur denken aan het bijzondere verhaal The Curious Case of Benjamin Button van Scott Fitzgerald of aan een film als Irreversibele. What if I told you? I wasn't getting older, but I was getting younger than everybody else. Het tweede dat opvalt zijn de vele seksscènes. Ik heb ze niet geteld, maar je hebt aan 10 vingers niet genoeg. Maar dat klinkt een beetje raar als het over seks gaat. Pikken, vulva's, labia's, tongen, speeksel, slijm, sperma, vocht, glijmiddel, condooms en neuken zijn woorden die je regelmatig terug zult zien. Deze scènes komen in het hele boek voor, dus je begint met bejaardenseks en eindigt met de aandoenlijke eerste pogingen van een tiener. Loving someone is just... boom, you totally want to be with that person all the time and it just you're just totally enamored of them and you just love them to death and you know what I mean? It's kind of hard for me to explain true love. Naast deze twee zaken valt er niet zo heel veel te vertellen over dit boek. Je volgt twee personages, Marius en Tessa, twee jeugdliefdes die hun hele leven lang verliefd op elkaar zijn gebleven. Toch zijn ze niet bij elkaar gebleven en heeft Tessa een zoon met een andere man gekregen. Ze worden minnaars en een lange periode spreken ze stiekem af op hotelkamers. Met zijn stevige zinnelijke penvoering en het lef om verhaallijnen grinnig te laten, krijgt Peek het echter voor elkaar om een roman te schrijven die zowel opwindend als ontroerend is. Uitgaande van de verwachting dat in deze roman de liefde alles zou moeten overwinnen, van wieg tot graf, wie wil dat niet, komt Peek vooral met de tekortkomingen van de liefde. De structuur zorgt ervoor dat je scherp blijft. Nooit weet je precies wat er zich voor het fragment heeft afgespeeld, want dat ga je nog lezen. En nergens staat precies hoe oud de personages zijn. Zo kan het zijn dat je in een paar hoofdstukken 10 jaar terug in de tijd bent. Een boek met een gemiddeld leesniveau van bejaardenseks tot kalverliefde en de dingen die daartussen fout kunnen gaan. Een hele bekende filmquote is die van Arnold Schwarzenegger als The Terminator. I'll be back. Niet heel raar dat ik daar even aan moest denken bij het zien van de titel van de laatste roman van Adriaan van Dis, Ik Kom Terug. In deze autobiografische roman, die afgelopen week werd bekroond met de Libris Literatuurprijs, beschrijft Van Dis de laatste periode die hij met zijn oude moeder meemaakt. Ze hebben een afspraak gemaakt. Hij mag haar verhaal uit het verleden opschrijven als hij ervoor zorgt dat ze doodgaat, liefst via een pil. Wat we vervolgens lezen zijn korte fragmenten uit het verleden van zijn moeder, in Nederland, maar ook in Indonesië, afgewisseld met beschrijvingen van de bezoekjes van Van Dis aan zijn moeder. De belangrijkste factor is de persoonlijkheid van de moeder van de schrijver en de strijd tussen moeder en zoon. Ze is dominant, een controlfreak, krachtig en maakt het haar zoon bepaald niet makkelijk. Het boek begint met een beschrijving uit de jeugd van Van Dis waarin hij zijn moeder uitdaagde. Er is bepaald niet veel liefde in hun relatie. Ik Kom Terug is een memoir van een man die probeert genadig voor zijn welbeschouwd vreselijke moeder te zijn en genadeloos voor zichzelf. In dit op zijn verleden, op zijn moeder en vooral op zichzelf als zonder delen bevochten ongemakzuchtige portret toont Adriaan Van Dis het beste wat hij literair in huis heeft. Een roman met een gemiddeld leesniveau met wat clichés, maar die storen eigenlijk niet omdat het zo'n aangrijpende situatie is. Een terugblik op een verleden in fragmenten. Moeder takelt af, zoon wil over haar verleden schrijven en ondertussen kijkt hij naar zijn eigen verleden en naar zijn relatie met zijn moeder. Hasta la vista, baby. Een korte literaire quiz. De vraag is, wat is een feuilleton? Is dat A, een kort verhaal dat niet langer is dan één pagina? B, een heel luxe uitgegeven boek? Of C, een vervolgverhaal dat in afleveringen verschijnt? Wat is dat eigenlijk? Wat zou dat zijn? Het juiste antwoord is antwoord C. Feuilletons zijn een uitvinding uit de 18e eeuw. Tegelijk met het verschijnen van de eerste tijdschriften schreven schrijvers hun verhalen in stukjes. Bij elke editie van een tijdschrift ging het verhaal dan een stuk verder. Zeg maar de literaire variant van een soapserie. Schrijfster Iris Koppen won op haar 19e een schrijfwedstrijd en een jaar later schreef ze wekelijks in de krant een vervolgverhaal over het meisje Rosiri. Deze feuilleton is door De Bezige Bij uitgegeven in boekvorm. Het volledig drukken van zo'n vervolgverhaal heeft wat nadelen, maar daarover straks meer. Hoofdpersoon Rosiri
is een meisje van 18 met gescheiden ouders. Ze schippert heen en weer tussen haar vader met zijn nieuwe vriendin en haar wanhopige moeder. Twee babyboomers die hun dochter voornamelijk teleurstellen. Rosiri probeert ondertussen haar eindexamen te halen en zuigt ervoor werkstukken volledig uit haar duim. Ze laat zich stiekem ontmaagden door Tom, een getrouwde veertiger op wiens baby ze past, en ze raakt in een coma na een auto-ongeluk. De frisse levenslust van Rosiri en haar kritiek op volwassenen doet wat denken aan de film Juno, maar dan wel wat minder grappig. I'm not that young, okay? I'm 16, alright? I'm old enough to know when someone's acting like a total a-hole. Oh, and you know what? I bought another Sonic Youth album and it sucks. It's just noise. Een chronologisch verhaal met een makkelijk leesniveau bestaande uit korte fragmenten. En de fragmenten zijn de stukjes zoals ze in de krant hebben gestaan. Als je niet zou weten dat het om een feuilleton gaat, dan kan het lezen van Rosiri behoorlijk frustrerend werken. Omdat Koppen regelmatig dingen herhaalt die enkele pagina's daarvoor nog zijn genoemd. Alsof lezers geen korte termijn geheugen hebben. Het heeft natuurlijk te maken met de oorsprong van dit boek. Een vervolgverhaal dat wekelijks in de krant stond. En dan is het fijn dat af en toe iets wordt herhaald wat je misschien alweer vergeten bent. Zoals het ook aan het begin van een soapserie gebeurt. Maar bij het lezen van een boek is dat best vervelend en het is raar dat die niet is aangepast voor deze boekversie. Een verhaal over een pubermeisje met veel voorkomende problematiek dat zich zoals elke generatie zich voorneemt het vooral niet zo te doen als haar ouders.